Welkom bij de 18.2 Biocast, de eerste versnelling. We gaan kijken naar een neuron. Dat ziet er zo uit, met daar de dendrieten. Het cellichaam, de celkern natuurlijk. En daar beneden het axon. En het axon bestaat uit een aantal gedeelten. Dat bestaat uit een insnoering van Ranvier, een myelineschede, de cellen van Schwann, en dan nog de eindvertakking van het axon. Een neuron vervoert impulsen maar één richting op, van de dendrieten naar het axon. Hier zien we nog een axon met daar de cellen van Schwann. Het zijn dus heel opgerolde, vettige cellen. En daar zie je nog de celkern zitten. Waarom zijn die Schwann-cellen er nou? Dat heeft te maken met de snelheid van de impuls. Tussen de cellen van Schwann in de insnoering van Ranvier zitten heel veel kalium- en natriumkanalen. En daartussen springt de impuls steeds over. En zo gaat het wat sneller. Je hebt drie soorten neuronen. Je hebt deze. Dat is een motorisch neuron en die vervoert impulsen van het centrale zenuwstelsel naar een spier of een klier. Let op de plaats van het cellichaam. Dit is de tweede soort, een sensorisch neuron. En die gaat van een sensor naar het centrale zenuwstelsel. Let ook weer op de plaats van het cellichaam. En tenslotte de derde cel, soort een schakelcel. Die gaat van een ander neuron naar weer een ander neuron. Dit zijn de dendrieten en dat de axonen. Dus dat betekent dat de impulsen van boven naar beneden gaan. Impulsen kunnen worden doorgegeven aan andere neuronen. Toch raken die neuronen elkaar niet. Bij de synaps gebeurt iets. De synaps is een ruimte tussen twee neuronen, tussen het presynaptisch neuron en het postsynaptisch neuron. We gaan kijken hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Hier zie je een uitvergroting van die synaps. Hier nog een keer. Als er een impuls aankomt bij het presynaptisch neuron, dan stromen er calciumionen naar binnen. En dat zorgt ervoor dat de blaasjes die je daar ziet met transmitterstof versmelten met het celmembraan. Daardoor komt de transmittervloeistof vrij en die diffundeert naar de ionkanalen die je in het postsynaptisch neuron ziet. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het transmittervloeistof kan exciterend of inhiberend zijn. Deze is exciterend. Dat zorgt ervoor dat de ionkanalen opengaan en er positief geladen ionen naar binnen stromen in het postsynaptisch neuron. En dat zorgt ervoor dat er weer een impuls ontstaat. Door enzymen wordt dan het complex tussen de transmittervloeistof en het ionkanaal losgemaakt en de transmittervloeistof kan weer opgenomen worden. Dit was de 18.2 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.